Heyo, mijn naam is Calvijn en ik vraag me soms af, kun je doen alsof je waarzegger bent? Terwijl je eigenlijk helemaal geen waarzegger bent. Ik ga het vandaag testen. Kun je doen alsof, kun je doen alsof? Momenteel word ik omgetoverd tot waarzegger Benjamin. En waarzegger Benjamin weet alles van de toekomst en van de levens van de nietsvermoedende mensen die straks tegenover mij komen te zitten. Ik moet ze een half uur lang laten geloven dat ik een echte waarzegger ben. En dit doe ik allemaal zonder enige voorbereiding. Mochten ze de zaak verlaten met een tevreden gevoel, dan scoor ik een voldoende. Maar mochten ze ontevreden zijn of me niet geloven of mochten ze halverwege weglopen, dan scoor ik een dikke vette onvoldoende. Aan het eind van de aflevering maken we de balans op, berekenen we het gemiddelde. En dan zullen we er voor eens en voor altijd achter komen of je kan doen alsof je waarzegger bent, terwijl je helemaal geen waarzegger bent. Deze is anders dan normaal. Normaal gesproken heb je gewoon ergens verstand van. Ik weet wel een beetje over auto's. Ik kan wel wat lullen over haar. Alleen dit is gewoon compleet improvisatie. Maar het is het moment van de waarheid. Let's go. Tess. Ja? Ik ga even iets ophalen. Eén moment. Ja. Ja. Goed, Tess. Ja. Mag ik je hand? Melis. Annelies. Annelies. Ja? Wie is dat? Annelies is een vriendin van jou. Ja. Ja. Klopt het dat jij een dat jij afstand hebt moeten doen van Willem? Van? Willem. Willem. Ja, dat was onze kat. Willem was een kat. Ja. Ja. Ik voel dat een driehoek ook goed bij jou past. Ik voel een familie, een bepaalde drie-eenheid. Ja. Kan dat kloppen? Ja. Ja. Ik heb twee zusjes. Ja. En wij zijn met z'n drie inderdaad heel goed met elkaar. Ja, ja, en, ja. We hebben die band ook een tatoeage laten zetten in een driehoek. Echt? Ja. Op je voet? Ja. Ja, 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 ja. Ik voel dat. Hoe kan dat nou? Weet je dat? Ja. Ik zou één moment willen. Ja? Ja. Dit werkt echt fucking lekker. Zij denkt echt, what the fuck? Hoe weet deze gast dit allemaal? Mijn hele Facebook staat vol met allemaal shit. Dus ik ga het gewoon nog meer opzoeken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in de drie-eenheid van zussen nog nooit de duivel eerder heb gezien. We weten niet in wie van jullie drie de duivel schuilt, maar ik weet zeker dat ik vanaf vandaag ervoor kan zorgen dat de duivel verdwijnt. Mag je je hand boven je hoofd houden en mag je jezelf reinigen. Wat heerlijk. Ja. Nee. We hebben de duivel gereinigd. De eerstvolgende kaart die je pakte is de liefdeskaart. Betekent dat het reinigingsproces effectief is geweest. Dat is fijn. Ik wil je nog iets meegeven. Ik wil je deze vis meegeven. Dankjewel. Die komt uit de oceaan. Die wil ik je meegeven. Dan wil ik je heel erg bedanken voor vandaag, Tess. Oké. Jij ook heel erg bedankt. Dit was lekker. Zij dacht echt, what the fuck? Want zij is jong, zij is pessimistisch, zij snapt dingen. Ja, ik heb wel wat rake dingen gezegd. Maar toen ik al die feiten ging vertellen, dacht ze echt. Dus dat is een geslaagde reading, als ik het zo kan noemen. Ja hoor. Het is tijd om terug te gaan in mijn paragnoste status, karakter, weet ik veel. Benjamin. Let's go, boy. Hi, Benjamin. Patrick. Ik drink alleen maar water. Vijf, zes maanden. Goed zo. Dus ik ben ook wel erg innerlijk. Ja, bezig. Ik voel dat je stappen zet. Ja. Niet alles is wat het lijkt, wat je ziet.
Niks is wat je naar het lijkt. Ja. Je kan verder kijken. Dus met een mens is het zo. Je kan naar iemands gezicht kijken, naar iemands lijf kijken, maar je kan ook kijken wat er achter schuil gaat. En dat is waar het echt interessant wordt. Dat is. Tuurlijk, ja, ja. Dat ja, is waar dat het, is het echt. Zo, ja. Dat is waar het echt, ja. echt leuk wordt. Ik voel ja. een energie om jou heen. Ja. ja, die voel ik ook bij jou. Dus weet dat is je? Mooi. En dan neemt het dus eentje energie. Dus exact. Ik kan dan jouw energie bijvoorbeeld nemen, bijvoorbeeld als ik daar niet voor open sta. Ja. Maar bij jou is dat anders, omdat ik dat bij jou al voel en al zie. Maar dan zou het. Nou, dit vind ik wel heel grappig wat je nu doet. Ik had. Iets vertelde mij dat ik. Dat ik dit op tafel moest leggen. En dat komt omdat ik heb een aantal opties en die, nou ja, die gebruik ik. Ongelooflijk, ja, ja, echt tof man. Ja, je maakt me echt heel emotioneel ja. erbij. Ik vind het bizar. Omdat ja. Ik drink alleen maar water al 5 maanden. Ja. En dan drink ik alleen maar dat. Dus een poeder van erwten gemaakt. Ja. En dat doe ik met water. En dat drink ik s'nachts. Ik wilde je dit laten voelen. Ja, tof man. Ja, ja echt omdat goed ik, man. Ik vind het echt, sorry hoor. Ja. Ik vind het echt super tof man. Ja. Ik vind het echt ongelooflijk eigenlijk. Ik wil je graag deze 2 stenen overhandigen. Ik zou deze graag willen terugnemen. Ik voel dat deze ook beter. Ja. Nee, voor, mij voelt het echt. Ja, voor mij voelt het logisch. Om rust. Deze, juist. Rust, kalmte. Ja, rust, kalmte. Ja. Deze past ook best erbij. Je hebt geen kracht nodig. Dat heb je al. Ja. Ik zou wat bij je willen doen als je daar open voor open staat. Het gaat om zuiveren. Eén moment. Patrick zit in de stoel. En Patrick is echt heel spiritueel. Ik lach hem niet uit, want het is heel bijzonder, vind ik. Maar die haalt zoveel kracht uit mij. Maar ik ga nu even een reinigingsritueel bij hem doen. Dit is mijn pot met snijboon. En daarmee ga ik hem nu reinigen. Waar haal jij je spiritualiteit zo goed vandaan? Want ik merk bij jou dat je echt heel groot bent. Ja. Ja, het heeft altijd. Het is altijd onderdeel van mij geweest. Ik zou je willen vragen, en dat is alleen als je er prettig bij voelt, om je hiervoor open te stellen. Patrick, ik wil je bedanken. Ja, ook jou ook. Hele goede sessie. Ja. Dat was fijn voor je. Ja, het was heel fijn. Dat die erwten bijvoorbeeld, dat ik dat elke avond in een shake drink. Met die erwten ook, dat ik die erwten eruit pak. En hij zegt, ja nou, ik vind het heel grappig, dat je, want ik eet alleen maar erwten. Ja, I don't fucking know. En de connectie met hem? Hij haalt kracht uit Benjamin de Waarzegger, boys. Dus ik vond het hartstikke gek. Ik vind het wel heel heftig, ik vind het wel heel zwaar. Maar het is wel echt heel leuk. Wat is uw naam? Jessica. Ik heet Benjamin. Benjamin. Ja. Mag ik je hand? Ja. Jessica. Ik merk dat je moe bent. Ik ben back off. Dat klopt niet helemaal, maar het is goed. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, je bent in Duitsland geboren. Aha. Ja. Ja. Voel je dat? Dat voel ik. Geweldig. Echt geweldig. Ja. Ik ben heel blij voor je. Je weet wel waar ik het over heb waarschijnlijk. Ja, absoluut. Ja? Ja. Waar heb ik het over? Over dat ik een heel succesvol leven tot nu toe heb geleid. En dat er nog veel meer succes op me af zal komen. Dat is niet helemaal waar. Oh, oké. Okay. Ik heb het over het feit dat je man een trage leerling was. Oké. Alright. Oké. Ja. Ja? Ja. Hij is net afgestudeerd, klopt dat? Nee. Ik wil je wat geven. Ik weet dat jij de 9 zwaarden gaat pakken vandaag. Ik voel het aan alles. Okay. Je mag halt roepen. Oh, ik mag halt roepen. Ja, halt. Ga je voor deze? Je mag deze kaart.
de 9 zwaarden. Ja. 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 Je snapt het, hè? Ja. Heel goed. Ik wil je heel erg bedanken. Oh, dit was het al? Ik wil jou heel erg bedanken, ja. Oh, oké. Okay. Ik zie een bijzondere toekomst. De erten moet je meenemen. Nee. Jawel. Nee. Anders kun je de toekomst niet aannemen. Dank je. Wat? Oké. Okay. Ja. Ja. Heel erg bedankt. Benjamin. Ja, dankjewel, Jessica. Ga ik me opladen? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Hij heeft niet echt antwoorden gegeven op vragen. Oh, dus heeft hij het goed gedaan of niet goed gedaan? Ja, was oké. Okay. Het was oké. Okay. Yeah. Ik heb wel mijn best gedaan. Ik heb het wel een beetje naar het extreme getrokken, maar ik heb echt... Ik heb geen idee of ze het geloofde. Hoe maakt u het? Goed. Ja. Mag ik uw hand? U bent een krachtig persoon. U bent zowel krachtig als gevoelig. U heeft meer dan een normaal mensenleven meegemaakt. Mm-hmm. Ik wil u iets meegeven waar u kracht uit haalt. Ik heb het idee dat u de komende 3 maanden kracht nodig zal hebben. Er gaan een aantal gebeurtenissen plaatsvinden. Gebeurtenissen mm-hmm. waarvan u nu al mm-hmm. vermoedt dat ze gaan gebeuren. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik zou graag willen vragen of u deze krachtsteen de komende 3 maanden bij u houdt. Op het moment dat u deze dicht bij u houdt, geeft dit extra kracht. En zal het goed komen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dank je. Daar ben ik heilig van overtuigd, absoluut. Ik ben ook heilig van overtuigd wat jij zegt. Ja. Ja. U bent een krachtig persoon, heeft meer kracht dan u denkt. 3 van de 4 kaarten stralen kracht uit. Ja, kijk niet naar me. Je ziet me. Juist. De eerste steen die ik wou pakken. Is de steen die je me gegeven. Juist. Ja, zo. Je zegt me dingen. Die de komende maanden plaats gaan vinden. Is waar ik inderdaad mee rondloop. Ja. You're good. Ja. Ik wil graag de laatste kaart pakken. En die is beslissend. Op het moment dat dit een krachtige kaart is, waar ik heilig van overtuigd ben, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Laat maar komen. Ja. Als het moet zijn zo, zal het zo zijn. Het is een zeer krachtige kaart. Wauw. Ja, dat betekent dat u gewapend bent om met deze periode om te gaan. Ik moest jou tegenkomen vandaag. Ja. Ik moest jou tegenkomen vandaag. Ik wist dat ik u zou tegenkomen vandaag. Ik voelde dat ik een energie tegen zou komen. Ja. 5 minuten geleden was ik verdrietig. Ja. Ja. Ik kan het je alleen maar zo uitleggen. 5 minuten geleden was ik net een glas water die je net uit de sloot pakte. Ja. Droevig. Ik kon er niet doorheen kijken. Ik kom bij jou. Is die glas gaan bezinken? Helder. Ik kan er doorheen kijken. Juist. I love you. Ja. We zijn klaar. Ja. Mag ik je een wenk geven? Dankjewel, Sip. Dankjewel. Gozer. Ik zal me wel even terugtrekken. Ja. Ja, ik ga me wel even terugtrekken. Ja. Selina zou deze man nog even... Ja, tuurlijk. Okay. Ben je blij, Chief? Damn! Ja? Damn! Dit is niet het... Dit is niet normaal. What the fuck is er net gebeurd? Dit is echt absurd voor woorden. Maar deze man was gewoon helemaal, ging er helemaal in mee. Dus op een gegeven moment kijkt die man en ik zie gewoon
Oké. Jezus, wat heftig. Echt fucking heftig. Hij geloofde het 100%. Hij heeft me aangekeken. Hij zegt, you're incredible. Dank je wel, ik wist dat ik jou tegen zou komen. Zulke soort shit, dat ik echt denk, yo, fuck, G. Dit was heftig. En heel grappig, maar echt heel heftig. Oké, ik heb de hele dag gedaan alsof ik waarzegger was. Dat heb ik gedaan in Manifacto Amsterdam, zijn tattoo shop. In hun kelder hebben we dit de hele dag mogen doen. Dus jongens, dank jullie wel. Maar de vraag van vandaag is natuurlijk, kun je doen alsof je waarzegger bent, terwijl je helemaal geen waarzegger bent? Ik heb alle overrompelde reacties van de mensen gezien, die hebben jullie ook gezien. En ik denk dat we met z'n allen concluderen dat je inderdaad prima kan doen alsof je waarzegger bent. Met een lekker pruikje en een paar kaarten en wat sperziebonen en water en mais en wierook. Dus ik ben heel gelukkig. Ik vond het een legendarische aflevering, maar ik heb slecht nieuws. Namelijk, dit was voor dit seizoen de allerlaatste aflevering van Kun Je Doen Alsof. Dus wil je dit nou vaker zien? Laat het me weten overal op Instagram, in de comments, overal op YouTube, wherever the fuck. Laat het weten als je het vet vond. En als je nog een tof beroep weet, laat het ook in de reacties weten. En dan zie ik jou misschien wel weer bij seizoen 2 van Kun Je Doen Alsof. Mijn naam is Calvijn, abonneer op mijn kanaal. En ik hou van jullie. De bye.